Ruzie om prettax voor speelpark bereikt kookpunt. Narigheid in het anders zo vredige Naarden. Door een slepende ruzie met de gemeente is speelpark Oud-Valkenveen nu echt gesloten. De gemeente besloot nog niet zo lang geleden om een omstreden belasting voor alle vermakelijkheden binnen de gemeentegrenzen echt in te voeren. Een soort prettax is het. Kaartjes voor het speelpark worden daardoor duurder, terwijl het park er naar eigen zeggen nou juist is voor gezinnen die het wat minder breed hebben. En nu is het dus dicht. Ik persoonlijk ben wel boos, ja, zeker. Ik heb het idee dat de gemeente er niet zoveel om geeft. Of nou, dat is misschien niet goed gezegd, maar dat ze er niet zoveel gevoelens bij hebben als ons. Je loopt er nou zelf rond al heel de dag. Troosteloos is het wel, hè? Helemaal leeg? Ja, tuurlijk, ja. Ja, kom maar een keer van de zomer hier kijken als de kinderen vol met vreugde spelen en met lachende gezichtjes. Ja, ja, tuurlijk. Ja, want hiermee worden dus vooral de inwoners van de gemeente gedupeerd. Dan met name de inwoners die eigenlijk niet zoveel te besteden hebben. Ja, niet naar zeker. De Efteling kunnen of een andere groot duur pretpark. Maar hier juist om de hoek voor minder dan een tientje vertier kunnen hebben. Zeker. Kijk, we kunnen natuurlijk gewoon de entreeprijs verhogen. We kunnen hem verhogen met die 60 cent. We kunnen hem ook gewoon verhogen dat we echt geld gaan verdienen aan het park naar 15 euro. Maar de mensen die dan niet meer gaan komen, dat zijn dus inderdaad de mensen die niet zoveel te besteden hebben. En dat is dus juist net de groep die al heel vaak, denk ik, wordt benadeeld. En dat willen we gewoon niet. Volgens de gemeente Gooisemeren is die extra belasting echt nodig. Wethouder Franks zei eerder tegen NH Nieuws dat ze daar bijvoorbeeld de wegen van onderhouden en het zwerfval van opruimen en dat ze zorgen voor bordjes. Het speelpark vindt het allemaal onzin, laat het er niet bij zitten. Inmiddels is er zelfs een politieke partij opgericht die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. In maart kunnen ze in Gooisemeren stemmen op de BSOV, Behoud Speelpark Oud-Valkenveen. Die maar één doel heeft, die hele prettax opnieuw bespreken en heel gauw afschaffen.